De verkoop van terrasverwarmers en vuurkorven zit in de lift. Op veel sites zijn ze tijdelijk niet meer te krijgen of je moet geduld hebben. Door de coronamaatregelen spreken mensen buiten af en dat is toch fijner op een warm terras. Als we vandaag een terrasverwarmer online proberen kopen, zien we dat heel veel modellen zijn uitverkocht. Bij bol.com is de verkoop ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar vertienvoudigd. En ook bij onder meer Gamma, Hubo en Brico gaan ze heel vlot de deur uit. Dirk de Jager uit Herzelen heeft onlangs een pelletkachel gekocht, die dus pellets of samengeperst houtafval verbrandt. Mijn vrouw is 50 jaar geworden en aangezien dat de mogelijkheden vrij beperkt waren om iets te doen, hadden wij op zoek gegaan naar een buitenkachel om toch eventueel een aantal vrienden uit te nodigen en zodanig de verjaardag toch samen buiten te vieren. Maar populairder zijn nog altijd de verwarmers op gas en elektriciteit. De prijzen van die op propaangas lopen uiteen, maar gemiddeld betaal je zo'n 250 euro. Met één fles propaan die zo'n 25 euro kost, verwarm je gemiddeld 45 uur. Je kan ook voor elektrische toestellen kiezen. Met één exemplaar dat gemiddeld 350 euro kost, verwarm je 6 vierkante meter terras. Aan verbruik betaal je per uur iets minder dan 1 euro. Dirk betaalde voor zijn pelletkachel meer dan 1000 euro. Maar het ecologische aspect gaf voor hem de doorslag. Terrasverwarming met pellets is relatief nieuw, bestaat ongeveer in 2 jaar. Het is eigenlijk een ander systeem van verwarmen, waardoor we geen rook hebben, waardoor het aangename vertoeven is bij de terrasverwarmer. Het is ook een iets ecologischer verhaal, want men kiest voor lokale brandstof. Dus pellets worden gefabriceerd in België. Fabrikanten verwachten dat de rush op verwarmers zal aanhouden, zolang de coronamaatregelen even streng blijven.